Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video van mij. Ik ben nu onderweg naar de verloskundige. Ik was net op mijn werk, maar ik ben even tussendoor ertussenuit gegaan. Het is gewoon, zeg maar, gewoon een normaal gesprek. Eigenlijk is dit mijn eerste gesprek, wat ik zelf best wel slecht vind. Want ik ben nu dus al bijna 20 weken. En je eerste gesprek met je verloskundige nu pas. Ik vind dat wel een, ja... Eigenlijk hoor je volgens mij ook wel wat eerder op gesprek te kunnen gaan. Maar goed, het zal wel. Ik heb ook eigenlijk maar twee echo's heb ik gehad. Vanuit het ziekenhuis, zeg maar. Of vanuit de verloskundige zelf. En dat is, even kijken. Met 6 weken, dat was de eerste keer. Om te kijken, ben je dan wel echt zwanger? En daarna heb ik pas met 10 weken had ik toen een echo. En daarna eigenlijk helemaal niet meer. De echo's die ik heb gehad, heb ik zelf ingepland. Dus ik had wel zoiets van, nou, een beetje slordig of zo, vind ik wel. Maar goed, het zal wel zo horen. En volgens mij zijn echo's ook niet bepaald goed of zo. Dus ik weet het niet. Het zal wel. Maar goed, dit is dus het eerste gesprek. Ik weet niet wat ik kan verwachten. Volgens mij gaat ze gewoon echt naar je bloeddruk kijken. Over de testjes praten. Over de bloedtesten, zeg maar, die ik gedaan heb. Even kijken of daar alles goed is uitgekomen. En voor de rest zie ik het allemaal wel. En dan ga ik weer lekker doen naar mijn werk. Ik heb de afgelopen 2 dagen niet gevlogd. En waarom niet? Zoals ik in de vorige vlog al vertelde, ik ben best wel druk. Alles is bij mij best wel bam gegaan in 1 keer. En dan moet je gewoon heel veel dingen regelen en heel veel dingen doen. En het is, zeg maar, niet dat het allemaal aankomt waaien. Je moet er wel echt wat voor doen. Dus ja, daar ben ik gewoon heel erg druk mee geweest. En ik had de afgelopen 2 dagen zoiets van, oké, ik moet ook nog werken. Ik wil ook nog genoeg rust, dus dat heb ik ook gedaan. En ja, ik voelde gisteren dus het eerste schopje. En ik weet niet, ja... Je vraagt je dan echt af van, oké, hoe voelt dat nou, zo'n schopje, weet je wel? En dan heel veel mensen die dan zeggen, ja, voelt het, een zegt voelt als vlinders, de ander zegt voelt als dit, voelt als dat. Maar ik ben best wel nuchter wat dat betreft. Bij mij, althans nu nog dan, hè. Ik lag, zeg maar, op bed. Ik was de was aan het ophangen, een beetje druk. Toen zat ik eigenlijk op bed. En toen was ik een beetje op mijn telefoon bezig. Maar ik voelde echt maar, zeg maar, iets zo drukker. Gewoon echt een druk is het, maar dan in de binnenkant van je buik. Het is echt geen, ja, het voelt gewoon echt als een schopje. Althans, nu nog dan, hè. De baby is toch best wel klein. En dus ik deed mijn telefoon zo. Ik zit zo te kijken naar mijn buik. Zie ik gewoon nog een keer zo mijn buik zo omhoog gaan eigenlijk. Dus dat was echt grappig om te zien. Maar dan weet je, weet niet. Tuurlijk weet je dat je nooit alleen bent. Maar dan op dat moment besef je van, hij is wakker, weet je wel. Dat is zo grappig of zo. Zo. Jullie zien me weer half. Maar goed, maar verder niet uit. Ik ben net klaar bij de verloskundige. Alles ging goed. Ze hebben naar het hartje gekeken en hartje geluisterd en wat meer. Oh ja, bloeddruk gemeten was ook helemaal goed. Bloedtesten waren perfect. Dan moet je met 27 weken moet je nog voor je ijzer, dan krijg je een vingerprik en nog een keer een voor je suiker gewoon een bloedtest. Maar goed, het hoort erbij. Ik ben niet van de prikjes zoals jullie weten, maar goed, het moet maar. En voor de rest is niet zoveel. Ze vonden het zelf ook heel raar dat... dat ik pas met 20 weken mijn eerste gesprek heb gehad, is ook vet raar. En ik vroeg haar ook wel of ik... je hebt van die puffcursussen. Oh. Je hebt van die puffcursussen. Dus ik vroeg haar of die echt wel heel belangrijk zijn, zeg maar. En dat echt wel heel nodig is. En zei ze van, ja, ik zou je wel echt aanraden, omdat ik ook bang ben om te bevallen, zeg maar. Of niet echt bang, maar ik weet niet. Ik weet niet wat ik kan verwachten en zo. Dus dan... Dat onbekende, dat geeft me een raar gevoel. Dus ze vroeg ik, wil je het ziekenhuis bevallen? Toen zei ik gelijk, ja, ik wil het ziekenhuis bevallen. En ze raadt dus echt die puffcursussen en dat soort dingen aan. Dat ga ik ook doen. En dan, dan zie ik het allemaal wel. Ik ben heel erg benieuwd. Ga nu weer lekker werken. Hiep de piep. Goed zo, mag ik nou zitten? Mag jij zitten? No. Oh. No. Oh, ik ben weer die kleine aan het ophalen. Het is trouwens welke dag vandaag? Vrijdag aan het weekend. Maar ze wil niet achter het stuur van haar. Wat kom jij eigenlijk doen? Ik moet het komen. Ja, maar ik heb je al een keer gebeld. Nou, dan ga ik even naar mijn moeder toe. Ja, daar zit hem. Was ik niet hier bezig? Vandaag. Wat heb je daar tussen je benen verstopt? Ik zie. Mag ik dat zien wat je daar hebt? Oh, wil je ook helpen? Ja. Oh, maar dat kan niet. Alsjeblieft. Alsjeblieft, nee, dat kan niet. Nee. Sorry. Mag ik weer zitten? Nee. Ze heeft mijn onderzoek pasta. Zo, goedemorgen. Het is vandaag
31 augustus. Oh, zaterdag alweer, man. Het gaat echt kei snel. Ik ben echt aan het haasten, want Sukena kwam met geweldige planning om naar Walibi te gaan. Dus we gaan nu even boodschapjes doen. Ik zie haar zo meteen in de Albert Heijn en dan gaan we naar Walibi. Mijn haar zit echt fokt op. Maar dat heb je af en toe. Het is echt vet pluizig en zo. Maar goed, maakt verder ook niet uit. Dus we gaan lekker naar Walibi. Ik kom bijna nergens in. Maar ja, ja, boeien, weet je. Het is gewoon gezellig. En daar gaat het ook om. Oh, mijn lipgloss ligt binnen. Oké, ik ga even snel racen, boodschapjes halen. En dan zie ik jullie zo. Zo, ik ben weer even snel thuis. Ik dacht het wel leuk om jullie te laten zien wat ik gekocht heb. Croissantje. Ik vind het wel lekker om daar zeg maar af en toe dingetjes te halen. Ga je automatisch toch doen. Maar ik vind zeg maar tijdens mijn zwangerschap wel echt belangrijk dat ik ook gewoon normale eten zeg maar eet. En niet daar onder het gevaar donuts. Wat minder, maar goed. Stroopwafels, deze zijn echt de lekkerste gewoon. Ik heb van de bakker en zo ook wel eens gehaald. Maar deze, die ligt op de broodafdeling. Dus echt lekker. Nou ja, snoep. Cranberry sap, want ik heb dus de laatste 4 dagen denk ik heel veel kramp in mijn onderbuik. En ik denk dat het beginnende blaasontsteking is. Maar ik weet het niet. Dus ja, cranberry sap schijnt heel goed te zijn. En ik heb ook nog een ander ding gehaald. Spa water met citroen erin. En citroen schijnt ook vitamine C te hebben. Dus dat verzuurt. En zuur, heb ik allemaal gelezen op internet hoor. Zuur blijkt dus heel goed te zijn tegen bacteriën, et cetera. Als je dus een beginnende blaasontsteking of iets hebt. En ik denk eigenlijk dat het geen beginnende is. Maar dat het gewoon echt een blaasontsteking is. Dus ik ga maandag even zo'n potje halen. Erin plassen, kaas. En kijken wat daar uitkomt, zeg maar. Kalkoenfilet. Ik vind kalkoenfilet lekkerder dan kipfilet. Ik kan niet. Ik weet niet, ik kan wel kipfilet halen. Maar in kipfilet zit altijd zoveel vet. En dat vind ik altijd zo. Nee, ik vind dan kalkoenfilet lekkerder. En gewoon broodjes om mee te nemen. En cornflakes om nu te eten. Ik krijg wel van melk, zeg maar, elke keer zo'n. Van die, ja, nu heb ik het ook in mijn gezicht. Jullie zien het denk ik niet. Van die stip, van die, zeg je, puntjes. Een soort van gerstenkorrel. Het lijkt op gerstenkorrel. Dat krijg ik dan in mijn gezicht. Maar ja, weet je. Ik vind het wel lekker om gewoon te eten. Ik ga even snel cornflakes eten. En dan broodjes maken. Tas inpakken. Ik heb trouwens deze tas. Die ga ik meenemen. Ik heb echt verder ook niet gedragen. Maar ik vind deze echt zo leuk. En deze is van Kendall en Kylie. En die kan je zeg maar zo dicht doen. Het is gewoon een rugzakje, zeg maar. Ik vind hem echt heel schattig aan bij mijn outfit staan. Dus fijn, leuk. Daar kan alles in. En oké, ik ga even haasten. Zo jongens, het is echt super heet. Heb je het oké? Ja, ik heb een zonneallergie en ik heb zo'n broek aan. En ik heb mijn schoenen trouwens uitgedaan, want het is echt fucking heet. En een jasje en een zwart shirtje. Oh, het kindje. Kapot cute. We zijn even aan het wachten. Ik mag natuurlijk niet in alle attracties. Dus ook niet in de Goliath, wat ik eigenlijk wel wil. Maar en zij durft niet. Hij durft niet, hè? Nee, want Neil weet ik durf niet. Zij durft niet en ik wel. Dus nee. We gaan lekker hier wachten op de rest en dan gaan we doorlopen. Nou. Hey, gezellig? Ik sta heel erg gezellig. Ja, ik zit lekker de hele dag chillen hier. Omdat ik ben echt in kan. Oh, hij kan hier op. Heb ik iets te vertellen. Zo, ik lig voor mijn bed. Het was wel echt gezellig. Alleen, weet je wat is? Je kan gewoon nergens in. En als ik al naar gewoon Walibi zelf toe loop, zeg maar. Dan ben ik gewoon eigenlijk al kapot. En mijn conditie is echt heel, heel slecht. Maar goed. Verder, ja, dat is wel gewoon echt leuk. En dat wachten vind ik op zich ook helemaal niet erg. Als je je telefoon hebt, is dat gewoon prima. Tussendoor eet je toch en je loopt weer. En weet je, je bent toch wel constant, zeg maar, bezig. Alleen, je kan dan niet in de attracties, maar ik vind dat helemaal niet erg. Verder ben ik net weer naar de wc geweest. Maar weer gewoon tijdens het plassen, zeg maar. En daarna gewoon hele heftige krampen in mijn onderbuik. Ik denk echt dat het blaasontsteking is. Ik heb het nog nooit eerder gehad. Vandaar die cranberry sap en die citroenwater wat ik vandaag zeg maar gedronken heb. Ga ik morgen ook weer herhalen. Dan, volgens mij is het dan dat je je bacteriën dan ook vermindert of zo. Dat het dan, ik weet niet,
En maandag dan gelijk gewoon kijken van heb ik blaasontsteking of niet. Ik weet niet of het heel heftig is of niet. Maar ja, zullen we dan wel zien. Weet je wat het ook is? Dan hou ik de camera erbij. En dat ik vandaag ook. En dan wil ik gewoon denk van, oh, dat ga ik zo meteen zeggen. En dan pak ik die camera en dan denk ik, oh, laat maar, ik ben het alweer vergeten. Ik vergeet echt zoveel dingen de laatste tijd. Echt niet normaal. Maar goed, ik zie dat de camera ook uitvalt. Dus ik ga lekker slapen. En ik zie jullie morgen weer. Doei. Het is vandaag maandag. En ik heb deze draak weer opgehaald. Hoi. Zeg hallo. Kimaya. Hallo, Kimaya. Zeg maar. Zeg maar, ik word tante. Tante. Tante Kimaya. Tante Kimaya. Ja, leuk hè. Ga je zitten? Ja. Mag wel. Ga jij maar lekker zitten, kind. Oh my god, mijn zusje zit dus echt in de neefase. Kijk. Kimaya? Nee. Het regent niet. Regen. Nee, het regent niet. Geef maar mij. Mij. Zo, wij zijn nu... Ik ben mijn moeder en wij zijn nu bij het echocentrum. Voor de 20 weken echo. Ik ben echt benieuwd. Mama, dat is je eerste keer hè? Dat je meegaat. Nee, voor 20 weken wel, hè. Voor mij is het open. Ja. 20 weken, ook eerste keer echo, toch? Ja. Ja, ook eerste keer echo. Dus, ben benieuwd. Lieselle, vind je het leuk? Geweldig. Ja. Maar wat vind je ervan? Prachtig. Echt, het is schattig gewoon. Je wil het gewoon nu goed. Al uit je buik halen en pas. Ja, alles is helemaal goed. Ja, precies. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, geweldig. Super schattig. Je hebt leven lekker. Te veel. Zo mooi om te zien. Kimaya, weet je hoe laat het is? 9 uur 's avonds. Nee hoor. Nou, hoe laat dan? Ik ben nog wel 8. Nou, ook laat voor haar. Dansen. Dansen? Je moet wel zingen dan, Moenier. Hoe moet je zingen? Bella ciao. Ik ben het jou. Ze moet wel bos in het regen. Gaat ze haar oppijpen. Zo. Ja, hebben ze ook lang niet gezien. Wil je even lachen? Waar was je al die tijd? Ik was bezig. Met wat? Doei mensen. Ga je me missen, Moenier? Eindelijk van jou. Goed, hè? En jij? Jij kan ook niet zonder mij, hè? Hallo, ik zie jou zo meteen gewoon weer. Waar ga je heen dan? Ik kom zo weer gewoon in de auto. Echt? Wat gaan we doen dan? Jij gaat slapen, ik heb chillen naast jou. Ik ga vis kijken. Kijk in het? Ja. Wat is dat? Ik kijk het dood. Ik ben nu aflevering 6. Maar je vond toch saai? Ik zei toch je moest doorbijten? Jongens, vis is echt een hele leuke film. Ja, ik zit nog film, serie. Moet ik zitten of moet doorbijten? Ja, maar het is echt kapot leuk. Maar goed. Zo, ik ben klaar met werken en nu ben ik alweer met Suki. Again and again. Echt hè, elke dag ben ik met jou. We gaan even naar de stad, even dingen halen voor haar huisje. En kijk hoe ik dit fix, jongens. Ik ga het even met jullie delen. Ik heb dus al mijn broeken nu zo. Kijk dan even, jij hebt hem nog niet gezien. Oh mijn god. Ik heb van die elastiekjes gehad. Ik wil gewoon geen zwangerschapsbroeken halen nu al. Dat is wel slim. Want ik groei toch alleen maar. Dan moet ik onder de zwangerschapsbroeken heb ik zonde. Nee, dus ik ga ook even kijken of ik andere kleding kan fixen voor als ik iets nuttigs ga doen in plaats van gewoon alleen werken. En jij bent jarig, hè? Yep. Zaterdag. Dus moet ik ook nog outfit zoeken. Yep, en inkopen voor mijn birthday. En je huisje? Oké, we hebben veel dingen te doen. En we hebben 2 uurtjes te gaan. Deze. Nou, we zijn even naar de vitamin store geweest om mijn haar, jongen. En Sabrina heeft eindelijk voor het eerst een sapje. Dank je. Lekker, kind? Deze is wel lekker. En deze vond je ook lekker. Dit is gewoon mijn creatie die ik thuis ook had. Want hoe heet ook een vitamin store? Vitamin store. Maar dit is gewoon mijn creatie die ik thuis ook had gemaakt, hè? Helemaal niet. Ja. Nooit, nooit. Het was precies dezelfde ingrediënten bijna. En voor jou was gember, was het veel gember? Holle. Nou, dat vind ik echt een belediging. Tante van gember, wat heel brandig wil, mijn maag ook.
Nou, ik vind hem heel lekker. Zo, we hebben mijn moeder. En ik laat hem zien. Laat die foto zien, toch? Die foto! Hey! Hi. Kom even. Ik wil jullie even een foto laten zien. Hou op, Kimaya. Mijn hele telefoon loopt nu vast. Door jou. Kijk. Kijk deze foto. Jawel. En deze. En kijk naar haar. Kimaya, kijk eens. Dit lijkt toch gewoon op elkaar? Wie is dit? Wie is dit? Kimaya, zegt ze. Dat is gewoon haar eigen naam. Nou mensen, ik heb vandaag haar auto geparkeerd. Naast een Porsche en ik heb ineens een rijbewijs. Zo. Naast een Porsche, ja dus. Wie de F kan nou auto parkeren zonder een rijbewijs? Alleen Safiya. Oké, maar waarom laat je de deuren open dan? Hé, hey, dat was die melding. Ik ging rijden weer. Ping, ping, ping. En ik dacht, oh my god, wat heb ik gedaan? Ja, je hebt iets kapot gemaakt. Wat betalen. Zo, ik ging lekker naar huis. Ik ben doodmoe. Oh, kijk dit. Oh, jullie zien daar. Doei, schatje. Mag kusje? Kusje. Auto. Oh, nee, kan niet auto. Kan niet auto. Auto. Zeg maar, doei tegen camera. Oké, ja. Doei camera. Oké, ja. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen. Slaap lekker. Bye. Goed zo. Bye. Doei doei. Bye bitch. Bye bitch. Kinderen van tegenwoordig hebben lef. Ah goed, ik ga lekker naar huis. Ik ben echt helemaal kapot. En ik zie er ook echt niet uit. Zo, ik ben een beetje bijgekomen. En ik ben mijn moeder. Poeva aan het kijken van mijn zusje. En ze is 13 en ze speelt in een team met allemaal meiden van 17, toch? 14. Of 14, of ze is 14. Ja. En het is echt, het lijkt herfst weer, hè? Het is echt koud. Ik heb zo'n lange jas aan, maar het is echt. En hakken. Top, echt handig. Maar goed, we gaan even dit afkijken en dan ga ik naar huis slapen. Nou, even kijken of mijn zusje die kan, hoor. Penalty, voor het ding ook heet. Ga je trap. Ah, jammer. Kijk, nu is het boos. Ik ga helemaal stuk. Ze is boos. Ze staat. Ik ga helemaal stuk. Ze staat toch 10-1 voor dan. 2, want die eerste doelpunt die was geen doelpunt, maar hij heeft wel geteld als doelpunt of zo, weet ik veel. En nu is het rijden. Elisha, ben je blij dat je gewonnen hebt? Ja. Hoeveel heb je gewonnen dan? Maar ik heb gefilmd dat jij dat ze een doelpunt hebben gemaakt. Waarom film je dat? En dat je daarna boos was. Wat? Ik heb dat gefilmd. Vind je niet erg? Waarom heb je het gedaan? Slechter. Maar man, jij kan niet de bal aannemen, waar praten we over? Oké, okay, laat maar zitten. Oké, okay, we gaan mijn moeder even overhoren. Oh. Eerst even je gordel om doen. En ik ga er ook. Wacht even. Anders, weet je wel, anders bereiken we thuis maar, niet. Je kan je moeder toch weer altijd vloggen wanneer ik niks op heb en zo. Je maakt niet uit. Moet okay. Ik even schminken. Wat gebeurt hier dan? Je mag ook gewoon eerst zijn dat je nooit make-up op hebt, hè? Make-up maakt je sowieso niet mooier, dus nee, stop maar. Oké, okay, luister dan maar. Wie is... eerst, wie is het allerliefste kind? Elisha. Van de vijf. De liefste. De liefste bestaat niet, sorry. Oké, okay, okay. Kieng. Oké, okay. Wie is de knapste? Kieng. Huh? Kieng. Wie is de leukste? Zeg het. Saviara. Nee, doe het. Wie kan het beste koken? Saviara. Wie kan het beste schoonmaken? Saviara. Wie kan het beste geld uitgeven? Rodanya. Nee, meisje. Oké, okay, wacht, okay, nee, wacht. Stukje in de auto. Oké, okay, wat hebben we nog meer? Help even mee dan. Wie is de schattigste, vroeg je net? Wie is de schattigste? Kimaya, mijn toetie. Ja, omdat ze de jongste is. Wie is de drukste? Rodanya. Nooit, never ever. Wie is het meest bij de hand? Rodanya. Nooit! Lekker voor je. Wie is... Lekker. Wie heeft de grootste mond ooit gehad? Elisha. Nooit! Nah.
Echt niet, maar dat is Rodanya. Wie houdt echt het bloed onder die nagels vandaan? Rodanya, Rodanya. Dancek, vloggers en weet ik veel wie allemaal kijken. Jong en oud, Rodanya. Oké, okay, wie de laatste was het de laatste lesje? Wie is de smerigste? Elijah! Yeah! Zo. Yeah. So, Oh, sorry. Ik ben dus voor het eerst de vlog zelf aan het editen. En ja, ik probeer mijn best te doen. En tot nu toe lukt het. Dus ik ga het voortaan waarschijnlijk ook gewoon zelf editen. Totdat ik denk van oké, het is weer nodig om het uit de handen te geven. Maar zo had ik de vlog niet had afgesloten, dus bij deze wil ik de vlog afsluiten. Mocht je het een leuke video vinden, duimpjes omhoog. En abonneer op mijn kanaal. En ja, het zijn dus wel een beetje andere vlogs, maar goed, ik doe mijn best en moet ook nog even inkomen. Verandering hoort erbij. Toch? Verandering hoort erbij, dus dat. Dus ja, tot de volgende vlog.